terug thuiskomen. En het is natuurlijk een club waar ik lang gespeeld heb, waar ik ook succes had als coach. Maar het verleden is het verleden. En het is een club ook met visie. Schrik. Dat bestaat bij mij niet. Je weet mijn naam, Mac the Knife. Dus No Sweat, No Glory is natuurlijk ook iets. Ik was niet berucht en bekend om mijn techniek. Ik moet de heer Daum feliciteren. Ik ga mijn beste Duits nog een keer boven halen. Hij heeft een fantastische job gedaan. En ik denk ook dat op het wervelende van Koster en het toch wel stoere Duitse resultaten en winning spirit die Daum gebracht heeft, dat we niet gaan een kopie doen, maar dat we gaan op mijn manier. En ik denk dat ik het huis degelijk ken. Ik woon hier juist af, dat is juist, maar dat heeft er eigenlijk weinig mee te maken. Het heeft vooral te maken dat Club Brugge wild vooruit gaan, heel ambitieus is. Ook naar eventueel kampioen spelen, naar eventueel Champions League. Ik denk, the sky is the limit. Ik ben Jos Lekens en iedereen kent mij als speler bij Club Brugge nog. En iedereen kent mij als trainer. En ik denk dat ik in tussentijd wel wat meer kilometers en wat meer ervaring heb. En ik denk dat Club Brugge een jaar geleden al in de goede richting ingegaan is met de verandering die ze wouden doen, de manier van werken ook die anders was, die heel progressief was. En daar vond ik mij wel aan terug. Maar dat is maar 2 dagen geleden. Dus uiteindelijk had er geen haar op mijn hoofd die op gedacht dat ik van de Belgische Voetbalbond en de Rode Duivels op deze moment ging weggaan, ondanks dat ik het gevoel had dat er voor 90% mijn job af was. En dat het eigenlijk wat makkelijker werd. En als het wat makkelijker wordt bij Jos Lekens, dan is hij meestal zoekt hij een nieuwe uitdaging. En 2 dagen geleden kwam de voorzitter bij mij. En ik heb tot de laatste moment ook gewacht. En dan komt deze uitdaging. En daar kon ik niet op deze moment nee op zeggen. En dat heeft helemaal geen geldig belang. Het heeft gewoon te maken met een emotionele band die ik met Club Brugge heb. Maar als het geldig belang had moeten zijn, dan zijn er een heel aantal aanbiedingen geweest uit het buitenland die erg hoog zijn. Maar je doet iets niet voor het geld, je doet iets omdat je dus passie hebt, omdat je een hart hebt. Door het vertrek van Christophe Daum waren we natuurlijk gedwongen om uit te kijken naar een nieuwe trainer. En we vonden dat absoluut dat iemand moest zijn met een internationale ervaring, rijke ervaring. Iemand die toch al wat bewezen had om Christophe Daum dan goed te kunnen opvolgen. En liefst een Belg. En als er dan iemand is die ook nog een blauw-zwart verleden heeft, was het heel vlug duidelijk dat bovenaan de lijst Jos Lekens stond. Kijk je favoriete films en videofragmenten op elk moment van de dag dankzij de Moverio van Epson. Dankzij de see-through technologie van de Moverio kan je vanaf nu video bekijken en interactie hebben met je omgeving op hetzelfde moment. Wij geven 10 Epson Moverio brillen weg ter waarde van €600 per stuk. SMS nu Epson naar 6565 en maak kans op dit unieke hebbeding.